Deze video is in samenwerking met Young Ones. Daar gaan we. Snelle manieren om geld te verdienen. Is iets waar iedereen wel eens naar gezocht heeft. Toch? Maar wat is nou de snelste manier? Nou, deze drie mensen gaan het uitzoeken. Want degene die als eerste 1000 euro verdient, krijgt van mij zijn geldbedrag verdubbeld. Jullie mogen beginnen. Succes. Ja, doei. Wat ze niet weten is dat ze eigenlijk nog meer geld kunnen verdienen. Hoe? Dat vertel ik jullie later. Voordat je wegrent, vertel even wat is je plan. Ik ga auto's wassen. Daarna naar een tattoo shop. Vanavond ga ik naar een feest. Houdoe. Vandaag ga ik in de horeca werken. En daarna door in de kroeg. Wat is je plan? TikToks bewerken. Daarna naar Glow. Daarna in een kroeg werken in Eindhoven. Ik ga een auto springen. Ja, is goed. Ja. Ja. Alle drie de jongeren mochten zich van tevoren voorbereiden door zoveel mogelijk klussen, handeltjes of wat dan ook te regelen. En daarom hebben ze alle drie een vliegende start. Ik ga proberen zoveel mogelijk auto's te wassen. Dus laten we beginnen. Hi, ik ben Maxime, 24 jaar. En hoe zou jij jezelf omschrijven? Een bezige bij. Ja, heel creatief. Ik kan niet zo goed stilzitten. Nou, ik kan jullie vertellen dat dat klopt. Want op haar eerste dag is Maxime Kaulo creatief bezig. Naast 1 uur receptiewerk bij Young Ones, wat haar 16 euro heeft opgeleverd, was ze ook nog eens alle auto's en fietsen van maar liefst 17 collega's. Hierdoor harkte ze 217,50 euro binnen. Ja, echt. We hebben alle tikkies opgevraagd. Wat gaan we doen, Janiek? Ja, we gaan een tattoetje zetten. Een heel leuk bloemetje. Alsof het niet gekker kon, heeft ze hierna nog een tattoo gezet bij een vriendin voor 100 euro. I did it! En van 9 tot 11:30 heeft ze foto's en video's gemaakt op een festival en verdiende hiermee nog eens 100 euro. Haar eerste dag eindigt ze dus met een absurde 433,50 euro. Wajo. Oh ja, en Maxime, wat ga je eigenlijk doen met het geld als je wint? Ik wil gaan samenwonen met mijn vriend volgend jaar, dus ik kan dat wel goed gebruiken, denk ik. Het is nu 2 uur. Ik ben nu bij Tapas restaurant Magusta. Ik ben Cas, ik ben 20 jaar. Ik werk voornamelijk in de horeca en restaurants. Een echte horecatijger. Vandaar dat ik ook lekker werk op cruiseschepen, achter de bar, in de club. Van alles. Oké, hij is het dus gewend om lange dagen te maken. Dus deze week moet geen probleem zijn. Het leuke is dat Maxime zijn nicht is. En hij wil kosten wat het kost winnen. Ja, ik denk niet dat ik ga verliezen, maar anders zou het wel echt een vernedering worden. Ik denk dat ik gewoon niet naar de verjaardag toe ga. Cas voegt gelijk daad bij woord, want wat een doorzetter. Hij begon natuurlijk in de bediening van 2 tot 11 en pakte hiermee 166,50 euro. Ik ben nu klaar bij Magusta en ik ga nu door naar de kroeg naar Café Binnen. Hij heeft namelijk van 12 tot 5 uur 's nachts achter de bar gestaan. Dit leverde hem nog een extra 100 euro op en hij sluit dag 1 dus af met 266,50 euro. Wat ga jij doen met het geld als je wint? Ik ga het lekker gebruiken om mee op reis te nemen. Ik ga binnenkort naar Thailand, dus dat kan ik mooi gebruiken daar in Thailand. Nou jongens, ik heb hier mijn werkplekje gekregen. Video's editen en TikToks ervan maken. Matthijs gaat in opdracht van een bedrijf video's bewerken. Ik ben Matthijs Jeuken, 21 jaar. Misschien dacht je hem al te kennen. Ik maak video's. Nou, dat kan kloppen. TikTok, beetje YouTube, Instagram. Oh ja, en aangezien zijn tegenstanders niet toevallig 300.000 volgers op TikTok hebben, mag Matthijs zijn influencer status niet gebruiken om geld te verdienen. Wel zo eerlijk. Ja, verder werk ik via Young Ones. Allemaal freelance klussen. Ja, superleuk. Je kunt alles uitkiezen. Zelf bepalen wanneer je werkt en waar je werkt. Dus dat is helemaal top. Hij weet in ieder geval wel van aanpakken. Want na het TikToks bewerken gaat hij direct door met enquêtes afnemen bij een lichtfestival in Eindhoven. Glow. Zoveel mogelijk jonge mensen aanspreken. Wat hem 68 euro oplevert. Daarna staat hij nog een paar uurtjes achter de bar voor in totaal 100 euro. En speelt hij daarna ook nog als taxichauffeur voor zijn lamme vrienden die hem 15 euro de neus betalen. Dank u. Kijk hoor, daar ligt onze prins Matthijs. Welke dame wil je nou niet bij liggen? Wat rusten. Hij eindigt dag 1 met 365,50 euro. Wat ga ik met geld doen? Ik kan wel zeggen zuipen, maar dat is ook niet echt het goede voorbeeld. Oh ja, er zijn een paar regels. 1. Geld moet legaal verdiend worden. Dus stiekem drugsdealen voor je neef is niet toegestaan. 2. Je mag niet handelen in spullen die je al had voordat de challenge begon. Dus je eigen elektrische fiets verkopen? No way. 3. Je geldverdienpraktijken moeten wel realistisch zijn. 500 euro verdienen met een uurtje grasmaaien bij je pa die toevallig miljonair is, gaat hem dus niet worden, hè? En 4. Je moet minimaal 10 uur per dag rusten. Want niemand wordt vrolijk van een burn-out. Oh ja, we rekenen trouwens met bruto bedragen. Dat is wel zo overzichtelijk. Anders moeten we allemaal dingen gaan uitrekenen en zo. En dat is allemaal ingewikkeld. En nou, goed, je snapt. Maxime is als eerste uit de veren en geeft dansles. Hiermee verdient ze 87,50 euro. Daarna vertrekt ze naar een festival waar ik haar even op zoek. Kandidaten zijn weer aan het werk, hoop ik in ieder geval. Ik ga ze even bezoeken. Hallo, hey. Wat sta je hier te doen? Nou, ik ben net hier binnengekomen. Ik heb afgesproken dat ik een foto krijg met Maxime's lollies en dan kan ik lollies verkopen. Wow, Maxime gaat gewoon lollies verkopen op een technofeest. Holy. Ze heeft 138 lollies verkocht. Van elke lolly mag ze 50 cent houden en dus heeft ze hiermee 69 euro verdiend. Techno party mensen die houden van lollies. Ik weet nog steeds niet waarom, maar op een of andere manier houden ze ervan. Toen was het tijd om bij Matthijs langs te gaan. En die liep er nogal opvallend bij.
Hallo! Hallo. Het is koud, jongen. Hoe lang sta je hier al? Vanaf 2 uur is nou 2 uur, 3 uur. Ben je niet van TikTok? Ja, klopt. Nou, hoor, stel zo. En hi! Wat? Ik liet hem lekker in de kou staan en ging door naar Cas. Het lijkt wel of hij een wat stroevere start heeft. Want hij stuurde me namelijk deze video. Er kwam een man eten en het was een hele aparte man. En ik wist gewoon niet wat ik ermee aan moest. Hij heeft het dus steeds over een vreemde man. Je had me helemaal gek gemaakt. Zo, hoezo heb ik jou gek gemaakt? Ja. Cas denkt dus dat ik gisteren vermomd langs ben geweest in zijn restaurant. Maar laten we eerlijk zijn, zoiets zou ik toch nooit doen. Toch? Hoi, ik ben Andries. Dit doe ik niet voor de lol, maar omdat ik aan het eind van deze video een van de jongeren ga belonen met een bonus van 500 euro. En die 500 euro is niet voor de snelste, maar voor degene die zijn werk het beste doet. En wie kan nou beter checken of ze hun werk goed doen dan Andries? Ik moet nog even een accentje bedenken. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga, maar zo zie ik er in ieder geval uit. Ik ging op dag 1 al undercover langs bij iedereen om even te checken hoe ze mij zouden helpen. En ik begon bij Maxime. Ik zei dat ik een afspraak had met haar leidinggevende Kim. Even kijken, ik ga Kim even halen. Kijk meteen in elk kamertje, jongens. Kim zit stiekem op de wc verstopt. Maxime gaat Kim niet vinden, joh. Na 10 minuten in paniek het hele kantoor te hebben doorzocht, bood ze mij een lekker kopje koffie aan en zei ze dat ik plaats kon nemen. Ja hoor, ik kan gewoon gaan zitten. Of een stoel pakken. Netjes. Natuurlijk ging ik ook langs bij Matthijs, die met zijn looks al talloze mensen had verleid tot het invullen van een enquête. Hier staat Matthijs, hier al. Ik dacht dat ik daar niet gevoelig voor was, maar toen ik die mooie ogen zag... Sorry, mag ik jou vragen? Wat ben je aan het doen hier al? Ik snap het eigenlijk wel. Hij heeft mij prima enthousiast geholpen. Lekker bezig, Matthijs. Andries had van al dat undercover werk flinke trek gekregen. Dus besloot hij samen met een vriendin een hapje te gaan eten bij Cas. So far so good. Undercover hier in het restaurant. Er is nou helemaal niemand. Maar ik moest natuurlijk wel zijn horecagastvrijheid testen. Dus bestelde ik allemaal gerechten waarin gluten, noten en lactose zaten. Om vervolgens dit te zeggen. Ik heb wel een aantal allergieën. Notenallergie, glutenallergie en lactose intolerant. Ik heb wel twee items uit de frituur. En in de frituur zit wel, ja, dat is wel paneermeel en dat is wel gluten zit daarin. Dan dat kan ik niet hebben, ik kan het niet eten. Dit is wel brood waar wel ook gluten in zit. Oh. Maar nee. Jolie zit ook, dat is ook, ja, lactose. Oké. Moet ik heel snel naar de keuken lopen, want we moeten hem even omwisselen. Ongelooflijk, Cas, wat ben je fantastisch. Hij bleef maar heen en weer lopen voor mij om ervoor te zorgen dat ik daadwerkelijk iets eet wat ik mag volgens mijn allergieën. Maar na verloop van tijd begon hij toch argwaan te krijgen. Nu kijk je. Hij kijkt nu zo. Hij is zo, hè? Ik was niet sorry? Ik zag je. Ondanks deze onmaskering bleef Andries in zijn rol. Zouden wij de rekening mogen? We moeten gaan. Ja. Ik moet weg hier. Ik ben ontmaskerd. Ik vond het wel echt hilarisch dat hij het eerste half uur gewoon heeft gedacht dat er gewoon een maffe meneer zat. Oh, en Cas was niet de enige die vermoeden zat. Nou, is goed. Kast. Oké, ik had nog niet helemaal een realistisch beeld van hoe goed ze hun werk deden. Maar ik heb nog wel wat andere trucjes in petto. Maar dat komt later, want deze drie zijn nog wel even een tijdje bezig. Oké, jongens, kijk even hoe de chaos nu is. We hoeven gewoon niks te doen dan, omdat het gewoon zoveel chaos is. Matthijs werkt dus de hele dag in de kou als verkeersregelaar en verdiende daarmee 228 euro. Ik heb zin om in mijn nest te liggen. Onze lieve horecatijger Cas heeft de hele dag gestreden in het restaurant en mocht 175,75 euro mee naar huis nemen. En Maxime, die bleef maar doorgaan. Na haar dansles en lollyverkoop sluit ze de dag af met het opbouwen van een fotobooth op een event en verdient daarmee 75 euro. Ja, je ziet het goed. Dat is dus 18,75 per uur. En dan hoor ik je denken, ik wil ook 18,75 per uur verdienen. Nou, dat kan. Namelijk via Young Ones. Dit is geweldig! Zoals je al eerder hebt gezien, doen deze jongeren veel klussen via het platform Young Ones. Waar iedereen van minimaal 18 jaar als freelancer geld kan verdienen. Je kan zelf kiezen waar en wanneer je werkt voor een gemiddeld uurtarief van 17 euro. Per uur. Lijkt je dat wel wat? Klik dan op de eerste link in de beschrijving voor meer info. Of download de app en ga gelijk aan de slag. Het is vandaag zondag en ik ben echt kapot. Ik ben nu ook eigenlijk aan het werk weer voor Young Ones. Bellen en klantenservice eigenlijk. En ja, tot nu toe heb ik eigenlijk best wel lekker geld verdiend. Ik denk ook wel dat het goed gaat.
Of ik op kop lig, weet ik niet. Ik hoop het. Maar ik weet ook niet hoe Cas en Matthijs het ervan afbrengen. Via Young Ones heeft Maxime een klus te pakken als allround horecamedewerker. En verdient hiermee 100 euro. Matthijs pakt het slim aan, want in deze supermarkt krijgt hij op zondag namelijk dubbel betaald. Nee, we zijn klaar. Hierna kon hij aan de slag met TikToks bewerken. En verdient met deze 4 uurtjes een kaulo barkie. Maar ik ga snel verder, want ik moet werk afkrijgen. Het is nu zondag, we hebben er nu al 2 dagen op zitten. We hebben 2 lange dagen gehad. Dat is mooi meegenomen. Ik hoop om zo op een voorsprong te zijn gekomen. Cas besluit dat hij wil ontspannen en gaat lekker door naar de spa. Nee, natuurlijk niet. Deze strijder is de hele dag aan het werk in de spa en pakt verdomme €212,50. Het is al een tijdje geleden dat ik mijn kanjes gezien heb, dus besloot ik weer even bij ze langs te gaan. Ja, ik ga natuurlijk nog eventjes achterhalen bij Cas hoe het ervoor staat, hoe het met hem gaat. Hey! Goedemorgen! Harde werker! Hoe is het? Ja, goed. Ja. Hoe gaat het met jou? Goed toch? Ja? Ik denk dat ik best wel een voorsprong heb, maar ik weet het niet. Ik weet niet wat de anderen doen, het is echt wel spannend. Cas denkt dus dat hij voor ligt. Interessant. Loop je al op je tandvlees? Nou, hij was een beetje ziekjes gisteren, maar gaat al wat beter. Hij vroeg me nog of ik mee wilde poepscheppen, maar helaas was ik alweer onderweg naar Matthijs. Hallo! Het gaat prima. Ik ben wel toe aan slaap. Op een of andere manier blijf je toch constant bezig, ook al lig je in bed. Je slaapt toch niet echt heel rustig of echt vast. Denk je dat je voor ligt, dat je onderaan bungelt? Ik denk dat ik best wel goed ga. Je zegt het heel voorzichtig. Als laatste nog even langs bij Maxime, die op haar vertrouwde nest is op het kantoor bij Young Ones. Hoe gaat het? Het ging iets minder dan ik had gehoopt met verkopen. Hoe kan dat? Het waren kauwgomlollies en niet iedereen vindt dat lekker. Veel waren ook mensen die vegan waren. Iets in die lollies wat ze niet mogen of zo. Alsnog 138 lollies verkocht, dus dat is best wel een vangst. Ja. Hoe denk je dat je ervoor staat? Ik denk dat ik wel rustig kan ademhalen nu. Oh ja? Ja, ik weet niet of die jongens dat na kunnen doen. Dat weet ik niet. Oké, iedereen denkt dus dat ze op de eerste plek staan. Dat wordt spannend. Trouwens, die Maxime, die is creatief joh. Naast haar kantoorwerkzaamheden heeft ze ook nog eens nagels oranje gelakt bij collega's omdat vandaag het Nederlands elftal moet voetballen. Ik vond het ongelooflijk om te zien hoe deze 3 al 4 dagen aan het knallen zijn om de challenge te volbrengen. Maar er kan er maar 1 de eerste zijn. Tring, tring. Hallo. Hoi. Hallo. Ik moet wat vertellen. Er is iemand die de 1000 euro heeft gehaald. Nou, wat goed. Er is iemand anders die het ook bijna heeft gehaald. Oké, wow. Er is een winnaar. We hebben diegene alleen nog niet verteld dat hij de eerste is. Oh ja, en we hebben de andere 2 jongeren door laten werken tot 1000 euro, zodat niemand nog weet wie er heeft gewonnen. Een paar dagen later hadden we afgesproken in de studio. Voordat we erachter komen wie van jullie de winnaar is, heb ik eerst een verrassing voor jullie. Wauw. In dit kistje zit 500 euro. Deze 500 euro is niet voor degene die het snelst gewerkt heeft, maar degene die het beste gewerkt heeft. Cas, kan jij nog iemand herinneren met allemaal allergieën in jouw restaurant? Ja, ken ik nog wel, ja. Vond je hem niet een beetje op mij lijken? Ja, dat vond ik wel, ja. Ja? Nou, ik was de man met alle allergieën, voordat je het even weet. En niet alleen ik heb gecheckt hoe jullie het deden, maar ik heb ook contact gehad met jullie leidinggevende en opdrachtgevers. Ik heb zelfs een infiltrant gestuurd om jullie in de gaten te houden. Ah, ja. Ja. Ik neem mijn taak als beoordeler zeer serieus. Dus ik heb mijn maatje Paul gevraagd om even te infiltreren op de werkplekken van de kandidaten. Ik ben geen vriend van kaalvelen. Stel ze een paar vragen. Ik ben gewoon een normale klant. Gewoon normaal. Hey, goedemorgen. Ik ben op zoek naar een leuk knuffeltje voor mijn zusje. Deze hebben we ooit zacht. Oh, die is wel nice. Is een grotere of een kleinere? Oké, dankjewel. Nee. Hoi. Doeg, dank je. Wacht, ik ga het lekker doen. Ja, ik weet niet hoe het moet. Hi. Hi, ik ben Paul. Hi. Hoi. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik vond mijn ervaring, vond ik... Ik voelde me daar het meest fijn bij, als klant. Ik zal er niet langer omheen lullen. Degene die het beste zijn werk gedaan heeft en dus 500 euro krijgt, is Cas. Woo!
Ik weet niet of je dit mooie beertje nog kan herinneren. Ken ik. Wat? Voor zijn zusje. Ja, die mag je ook hebben. Oh, dankjewel. Die hebben we voor jou gekocht. Dan is het tijd voor de grote prijs. Hetgeen waar jullie voor gestreden hebben. Degene van jullie drie die het langzaamst was en dus het meeste uren heeft gemaakt. Vanaf het moment dat hij is begonnen met de challenge tot aan het moment dat hij de 1000 euro had verdiend. Is met 97 uur Cas. Je hebt wel 500 euro. Ja, je hebt wel wat gewonnen. En een beer. Ja. Helaas. Nee, dan heb ik sowieso al van jou gewonnen. Ik denk dat ik gewoon niet naar de verjaardag toe ga. Ja, neem je cadeaus mee. Proud of you. Dan gaan we over naar de winnaar. Degene die deze 1000 euro krijgt, is degene die als eerste en dus het snelst 1000 euro heeft verdiend. Dat betekent dus dat het ook degene is die het minst aantal uren heeft. Vanaf het moment dat jullie zijn begonnen tot aan het moment dat je die 1000 piek had verdiend. Voor jullie ligt een bordje, daar staat jullie aantal uren op. Daar mag je even zelf naar kijken. Klopt het? Ja. Klopt het? Ja, klopt. En degene met het minste aantal uren heeft dus gewonnen. In 3, 2, 1, draai maar om. Ja! Oh mijn god, nee! Oh my god! Oh my god! Wil jij nou ook als freelancer aan het werk? Klik dan op de eerste link in de beschrijving voor meer info over Young Ones of download de app en ga gelijk aan de slag.